Het is even wennen voor de mountainbikers in Sint-Oederode. Wij pakten hier altijd bovenlangs het stukje. Dat is een hartstikke leuk stukje om te fietsen. De route bij de Oderberg is afgesloten. Dit tot grote vreugde van Mari Thijssen van Stichting Het Roois Landschap. Waar wij nu staan, daar kwamen wielrenners overheen. Want die vonden dit een uitdagende route. Toen dachten wij, hier moeten wij toch in actie komen. En het bestuur van Roois Landschap heeft toen besloten om boomstronken hier bij het bankje en ook aan de andere zijde neer te leggen, zodat de route is afgesloten. Het was officieel al niet toegestaan om over het pad te fietsen. Door het plaatsen van de boomstronken is dit nu onmogelijk. Jammer voor de fietsers, maar wel veel beter voor de Oderberg. Als daar mensen met de fiets overheen gaan, dat brokkelt langzaam af. Je zag het ook echt afbrokkelen hier en daar. Ik denk dat dat inderdaad wel het punt is waarom jullie het hier een beetje afgezet hebben. Er was zo langs het water, zag je stukjes echt gewoon naar beneden vallen. En genieten hier van de natuur, dat kan nog steeds. Wandelaars kunnen hier gewoon komen. Maar voor het gemechaniseerde verkeer is het nou afgelopen. Veel Rooienaren kennen de berg misschien helemaal niet, terwijl die toch een hele belangrijke rol speelt in de geschiedenis van het dorp. De Oderberg, dat is een cultuurhistorisch gegeven, want hier zou in het jaar 800 de heilige Oda een hele poos gewoond hebben. Dus de Oderberg is voor mensen uit Sint-Oederode van belang. Het is tenslotte de naamgever van ons dorp. Hier ligt de bron van Sint-Oederode. Niet alleen de fietsers, maar ook de meandering van de Dommel zorgt voor het afbrokkelen van de Oderberg. Mari Thijssen is hierover al in gesprek met het waterschap en met Staatsbosbeheer. Ik hoorde afgelopen week ook mensen van het waterschap die zeiden van nou, het zou ook heel goed zijn als er boomstronken aan het talud van de Dommel zouden liggen. Zodat ook de meandering op deze plek van de Dommel hier kan stoppen. Maar ik blijf daar wekelijks mee aan de slag om mensen te kietelen dat ze in actie moeten komen. Want ook hier de meandering van de Dommel die moet gewoon stoppen. Wordt dus vervolgd. Deze mountainbikers geven in ieder geval het goede voorbeeld. Mountainbikers hebben al een hele slechte naam, laten we eerlijk zijn. Dus hoe meer we daaraan kunnen verbeteren, hoe beter wat dat betreft.